op de rug van Ariane Loignon uit Canada en Jasmin Krohn uit Zweden. Zij samen vormen het tiende paar van de in totaal 15 paren die zijn ingeschreven voor deze 3000 meter wedstrijd. Loignon is de Canadese recordhouder op deze afstand. 4:27.15. En Krohn houdt het Zweedse record op de 3 kilometer. 4:27.39. Nagenoeg dezelfde tijden dus. Met andere woorden, je mag verwachten dat deze twee aan elkaar gewaagd zijn. Allebei tijden ook die in de ranglijst van het seizoen tot nu toe redelijk meetellen. Een 9 en een 10e plaats wat dat betreft voorlopig. Ja, Canada zou wel graag willen, denk ik. Maar ja, ze kunnen het niet echt nog. Een medaille winnen op de Olympische Spelen bedoel ik, bij het schaatsen. Bij de mannen is het niet gelukt, bij de vrouwen zit het er ook niet in. Loignon opent. In 2068. Dat is een mooie opening. Dat kan. Maar het dreun zal vooral hard zijn aangekomen in het Oost-Duitse kamp, mag men veronderstellen. Gisteren was het die Dekselse kleine Amerikaanse Bonnie Blair die het goud op de 500 meter wegriste voor de DDR. Grijpt graag handjes. En vandaag was daar ineens, haha, Yvonne van Gennep. Die gewoon goud pakt en de Oost-Duitse meiden naar de plaatsen 2, 3 en 4 verwijst. Hard gelach voor de Oost-Duitsers, maar er komen nog 3 schaatsdagen hier en ze zullen ongetwijfeld op revanche uit zijn. Loignon nog altijd ligt aan de leiding, 54.62. Een tijd die iets langzamer is, een goede seconde langzamer is dan die van Marieke Stam. Maar het zal me niet verbazen wanneer Loignon en Krohn in staat blijken te zijn wat meer balans in de rit vast te houden. En dat ze straks onder die tijd van Marieke gaan. Voorlopig gaan we naar de kilometer toe. Met nu inmiddels, nee nu nog steeds moet ik zeggen, Ariane Loignon aan de leiding. 1:28.68, rondje 34. En vergeleken met de tijd van Stam is dat nu minder dan een seconde geworden. Ja, het zat er wel een beetje in. 17e om precies te zijn is de achterstand van de Canadezen op de Egmondse. Studenten in de politieke wetenschappen, Loignon, aan de Universiteit van Montreal. Krohn sluit overigens lekker aan. De verwachting dat het een spannend ritje zou kunnen worden omdat ze elkaar weinig ontliepen, komt voorlopig uit. 2:03.35 voor Loignon, nog 2/10 seconden achter de tijd van Stam. En bij de volgende passage zou ze daar wel eens onder kunnen zitten. Krohn kruist voorlangs, maar Loignon gaat zo meteen naar de binnenbocht. En zal nu ongetwijfeld voor het eerst onder de tijd van Stam doorkomen die op 1800 meter 2:38.07 noteerde. Inderdaad, 2:38.05. Het was te voorzien, het komt er ook uit. Krohn heeft het een klein beetje moeten loslaten. Maar niet echt veel, want met 2 binnenbochten zal ze erbij kunnen komen straks. Bijna tenminste. En Loignon is nu ongetwijfeld op jacht naar de tijd van Boyko. Laten we maar eens gaan kijken. De laatste passage was 1:14 in het nadeel van de Japanse. Kijk, Krohn inderdaad weer teruggekomen door die binnenbocht. Mooi gedaan. En hier zijn we bij de 2200 meter in 3:13.05. Ruim 2 seconden achter de tijd van Boyko. En heeft nu zelfs de leiding overgenomen. Bij het ingaan van de laatste ronde 3:49.41. Nee, daar zit de tijd van Boyko er niet meer in. Maar een plaatsje dik in de top 10 is haalbaar als er een goede laatste ronde uitkomt. Canadezen die lange tijd een initiatief heeft gehad, gaat uiteindelijk toch de ritzegen niet behalen. Want zit helemaal stuk en gaat met heel veel moeite over het laatste rechte stuk. Daarom gaat Jasmin Krohn de ritzegen pakken. En kijk, een mooie tijd hoor, jawel. 4:25.06.
Een nieuw Zweeds record en 4.28.55 voor Loignon is net niet aan haar eigen persoonlijk record. Maar Krohn is tevreden en mag het ook zijn. Een nieuw persoonlijk en nationaal record, dat doe je lekker mee. En bovendien staat binnen de top 10 op een 9e plaats. En dat is mooi voor haar. Dat hebben we gehad. Avoumart. Nou, dat nog even...